Een doordeweekse dag in Nistelrode. De parkeerplaats bij Modezaak van Tilburg staat met zo'n 400 auto's helemaal vol. De winkel is populair. Dat blijkt ook uit de cijfers over 2015. Onze klanttellers hebben vorig jaar zo'n 700.000 bezoekers geregistreerd. En dat waren 7% meer dan in 2014. Omzet vorig jaar bedroeg 50 miljoen, ruim 50 miljoen, inclusief BTW. 9% meer dan het jaar daarvoor. En hoeveel winst hebben jullie vorig jaar gemaakt? Gezond om te kunnen blijven investeren in continue verbetering. En hoeveel was het dan? Daar laat ik me verder niet over uit. Alle mensen mee. Mogen we niet moppen? Ja. Van Tilburg is een echt familiebedrijf. Het bestaat al ruim 125 jaar. Dat het zo goed gaat is niet vanzelfsprekend. Veel winkelketens, zoals de V&D en Perisport, gingen failliet. Peter van Tilburg weet wel waarom. We hebben natuurlijk in Nederland toch veel te veel vierkante meters. Ik geloof dat we vierkante meters vaak op vloeroppervlak hebben voor misschien wel 30 miljoen inwoners. Dus dat er hier en daar, zeker in een tijd waarin mensen toch meer hun toevlucht nemen, ook tot online winkelen, dat heel logisch is dat er hier en daar koppen vallen. En dat zijn vooral van de mensen die in het proces in de afgelopen jaren een achterstand hebben opgelopen, die gewoon niet goed op de winkel gepast hebben, denk ik. Goed op de winkel passen doet Van Tilburg. Het kernwoord hierbij is passie, zegt Anna Hutte van In Retail. Ze zijn gepassioneerd bezig met hun bedrijf en dragen dat ook over op hun medewerkers. Ze voelen daar een hele grote verantwoordelijkheid ook en nemen dat mee en dat proef je als consument. Een hele gezellige sfeer, leuke mensen die hier helpen. Aardig, ja. Je kunt het hier ook gelijk laten vermaken. Dus als er een broek korter of zo, dan wacht je er even op en binnen een half uur is het klaar. Het inbandige naaiatelier is een groot succes. Hier kunnen klanten de kleding gratis laten vermaken. Ondertussen kunnen ze genieten van een lunch of een kopje koffie. Een bezoek aan Van Tilburg is een dagje uit. De klanten komen uit het hele land, maar vooral uit de driehoek Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven. En ze geven gemiddeld €165 uit. Je moet zorgen dat je een eigen karakter, een eigen identiteit hebt, dat je je uniciteit eigenlijk steeds meer gestalte geeft in een wereld waar toch veel grauwe middelmaat is, hè, waar veel eenheidsworst is in de winkelstraten. Daarbij komt ook het stukje van hoe ze het hier ontvangen. Hè. Ze hebben natuurlijk, het is gratis parkeren, het is goed bereikbaar, er is van alles onder één dak te vinden. Je kunt echt hier gewoon een hele dag verblijven. Dat is heel krachtig. Van Tilburg is niet de enige Brabantse modezaak die het goed doet. Er zijn er meer. Wat ze gemeen hebben is dat ze in een dorp zitten, buiten de grote winkelcentra. Er zit veel initiatief, redelijk dicht bevolkt. Dat is ook wel een plus. Ik denk ook een stukje Brabantse gezelligheid die we hier kennen. Laagdrempelig, heel toegankelijk. Ik denk dat dat heel erg meespeelt. Ja. Mensen voelen zich vertrouwd en thuis. Van Tilburg is intussen een nieuw project gestart. Binnenkort wordt een restaurant met terras geopend. En de parkeerplaats wordt gemoderniseerd. En de webshop, die is er al. Bij de tijd blijven en aanpassen. Aanpassen aan de veranderende omgeving en ook aan de veranderende wensen van de consument. Dat is Gein van de Smet? In het kort wel, denk ik, ja.